start gegaan. De officieuze start is net gegeven van de Ronde van Vlaanderen voor de Hoogte 2016. Nou, 80 kilometer was er een belachelijke valpartij eigenlijk. Dan was mijn rechter sleutelbeen gebroken en ik voelde nog niet meteen dat het gebroken was. Ik ben in de eerste plaats opnieuw vertrokken met de gedachte dat ik wil de koers nog proberen te winnen. Maar dan na 500 meter had ik wel door dat dat niet ging lukken, omdat de pijn wel niet te harde was. Ik kon de auto zelfs niet vasthouden van een dokter. Dus toen heb ik gezegd van ja, ik krijg op de top van de Valkenberg, daar stond mijn ouders aan en dan kan ik door naar de finish. Dat ik niet in een bezemwagen moet stappen eigenlijk, want dat zou ik niet gekund hebben. We zijn gelijk van de top van de Valkenberg naar het ziekenhuis in Oud-Noorden gereden. En daar hebben we foto's genomen. Ze zeiden van, de dokter zei eerst, de koersdokter zei eerst van, dat het niet gebroken was. Hij drukte erop en hij zei van ja, volgens mij is het niet gebroken. Maar in het ziekenhuis vertelden ze dan toch dat het wel gebroken was. En dat een operatie niet mogelijk zou kunnen zijn. En dan toch voor, om zeker te zijn, terug naar de dokter Klaas gegaan in Herentals. En die zei van ja, oké, we kunnen dat toch opereren, dat is geen enkel probleem. En dan ben ik dinsdag, na de valpartij, geopereerd. En zat ik eigenlijk al redelijk snel terug op mijn voet. Ik had het er even wel echt moeilijk mee, met het feit dat ik net kniepijn had gehad en er zo hard voor gewerkt had om terug te komen. En teruggekomen was het op een redelijk niveau, maar dat ik aan niemand heb kunnen laten zien. Nu, mijn volgende tour is natuurlijk Duitse kampioenschap tijdrijden, 1 mei. Het is redelijk kort en het gaat dus gewoon redelijk heel moeilijk worden om daar aan u met een goede conditie en een goede dag aan de start te komen. Maar ik kan er alles aan doen en als het lukt, dan wordt het echt fantastisch, omdat het duel hetgeen wat ik meegemaakt heb de voorbije paar maanden. En als het niet lukt, ja, dan kan ik mezelf niets verwijten, want ik heb er alles aan gedaan. Wat ik verwacht. Dat kan ook. DK kan ook nog. Dat moet ook lukken, dat mogen we zien. Ja, ik hoop het. Het gaat een diepte zijn. Het gaat een diepte. Het was niet zo gebroken, het was schuin gebroken. Zo. Want eerst zeiden ze van, hey, het is op twee plotsen gebroken. En dan zei de dokter pas van ja, in het ziekenhuis zeiden ze van, opereren dat gewoon niet, dat is niet nodig. Ja, dokter Plas zei wel, we gaan dat toch proberen. En toen hadden we het over deze zei eigenlijk pas van, amai, nou zie ik eigenlijk pas hoe vies het eigenlijk is. Boys tijdrijden in? In Borlo. In Borlo. Dat was gewoon een schoon randje. Van onder open laten, hè? Ja, ik wou van boven een spelletje doen. Kom aan, we zijn goed bezig, hè? Gaat het goed, hè? Kom aan. Tempo blijven houden, kom aan, goed. Beste tijd voor het verkeer. Kom aan, hè? Goed tempo houden, we zijn goed bezig.
We hebben 20 seconden op de tegenstrevers. Kom op. Kom op, Mekker, we zien ze buiten ons rijden. Hè. We kunnen er gewoon naartoe. Kom op. Wat is er? Wat is er? De winnaar, Belgisch kampioen en gouden medaille, Nathan van Hooijdonk.